Red. En we zijn van start met deze rit. Agnes Kajten, Olga Eljakova, Katrien Novotna en Kristina Vloteva. En de Russische Olga Eljakova heeft de leiding genomen. Eljakova, tweede positie van Agnes Kajten met Mirkappen. Heel rustig, maar ja, toch is dat heel goed druk hier. Maar voorzien dat het even een kleine beweging zonder al te veel warm te maken. Neem dan aan de eerste positie over. En we letten natuurlijk ook op de derde positie momenteel nog op. Vertegenwoordiger van de titel die nu de leiding heeft overgenomen in deze week. De volgende heeft 8 finale punten tot nu toe, staat er pas een 7e. En het zal dus goed zijn dat dan even beneden haar stand was. Ja, de tempo gaat er meteen wat mee omhoog. We komen zo met de 300 te gaan. En dat gaat nou op circa de tweede positie. En dan de Russische Kaljakova. Geschud zijn, want de Russische setter kijkt op dit moment naar buiten met de kant van de laatste ronde gaat daar. En het is vandaag wel een Jakova die de tweede positie heeft overgenomen. En we zijn nu nog even aan de finish en dan met de eerste plaats gaat er hier nog over naar. Ready. Deze keer met Anita van Doorn in de leiding. Tweede positie is voor de Hongaarse Erika Rusa. Daarachter de titelverdediger Katarina Novotna. We kennen haar ook allemaal van de lange baan natuurlijk. En daarbij wordt gestoken door Irina Viviani. Ja, ik hoor hier nog 7 ronden te gaan. En Anita van Doorn heeft gekozen om op top te gaan zitten in deze richting. Dat is natuurlijk. In principe de positie waarbij je voet zit en je risico van dat een ander deel eruit krijgen, maar wel in de positie waarin je heel goed met een actief gebeurt. Dan kun je deze keer zo'n testen een hele veel snelheid weer te maken en je dan een andere snelheid passeert. Vooral als je het verder maar is dan je dat natuurlijk niet en dan zijn ze nog een positie. Maar niet van alleen de tweede positie in de Rusa. Ja, goed, het wordt 4 ronden te gaan met diezelfde positie. De tempo ligt nu in de kamer, helemaal aan de opgeschrift. En nog altijd is de de dames zijn vertrokken voor hun 1000 meter en uiteraard 1 en 2 gaan naar de finale. En het is de Novotna die aan de leiding blijft bij de huidige tweede positie. Dan de Russische Katarina en binnendoor naar drie, dat is Christine Briefs uit Duitsland. Maar de dames blijven heel dicht bij elkaar en we blijven nog 2 rondes op het bord. Ja, we letten goed op deze man van de positie. Dat is
tijd van aanstellende gevaar in deze rit. Die maar actie zou kunnen nemen. Als eerste op de streep, tweede. Ready. We zijn van start met de finale 1000 meter voor de dames. Marianne Fontana was in 2008 en 2009 Europees kampioen. En Katrien Novotna was in 2009 tweede. En in 2010 was Fontana tweede. Dus heel sterk. En we hebben nog 700 weer punten gescoord van het klassement. En dat klassement naar die 1000 meter, die zal waarschijnlijk Fontana nog aan de leiding zien. Maar we zijn nog niet zeker van Fontana heeft nu 42 punten. Daar kunnen straks andere 34 punten bij hun totaal krijgen. En Hayden staat op 13. Die is vijf in het klassement. En Novotna heeft tot nu toe slechts 7 finale punten, of 8 finale punten hersteld. En die staat dus op een 7e plaats. En nieuw in de finale, Marina Georgieva, die heeft nog geen finale punten. Ja, de Nederlandse blijven lang bij elkaar. Er zitten nog 3 ronden voor de eindstreep. Hey, hey. De sterkte van de Deningsveld en Katrien Novotna. Hey. Yeah.